Deze mannen weten met grote moeite in te breken bij een sportclub aan de Nieuwe Kalfjeslaan in Amstelveen. Ze richten daarbij flinke schade aan. Het gebeurde in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 oktober rond 4 uur. Eén van de mannen blijft bij de voordeur staan op de uitkijk, terwijl de andere drie naar binnen gaan. Op het moment dat ze naar binnen rennen, zijn twee inbrekers goed op de beelden te zien. Eén van deze inbrekers heeft een donkere ringbaard en draagt een hoodie met op de voorkant een groot Nike-logo. De andere verdachte heeft een muts op. De mannen rennen door het clubhuis op zoek naar waardevolle spullen die er eigenlijk niet zijn. Uiteindelijk weten ze een raam te forceren van een ruimte waar ze een laptop meenemen. Met een relatief kleine buit, maar flink aangerichte schade, verlaten ze het pand. Herken jij deze mannen of weet je meer van deze zaak? Dan horen we dat heel graag.